Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zit Koos Make-up Loss weer voor de camera. Ik heb net gedoucht, mijn pyjama aan en ik zit hier niet zonder reden. Ik ga me natuurlijk niet opmaken, het is avond. Maar ik wil iets vertellen over producten die ik de laatste tijd gebruik en wat mijn ervaring ermee is. As you can see, my skin is a little disaster. maar dat heeft ook volgens mij ook wel deels te maken met dat ik deze producten nu gebruik. Ik gebruik ze nu, even denken, een kleine 3 weken, een maand. Niet elke dag, maar toch wel regelmatig. Ik ga het gewoon laten zien wat ik heb. Want dat is zo typisch ik. Echt zo spoil van, of tease eerder. En dan, maar ik heb helemaal nog niet gezegd waarover het gaat. Dus bij deze. Ik ga mijn avondroutine doen met deze producten. En het zijn producten van The Ordinary. En die naam komt je misschien bekend voor. Ik zie ze de laatste tijd heel vaak op TikTok voorbij komen. En dat was voor mij ook een beetje de reden om ze uiteindelijk te gaan testen. Dus ik was in Sluis. En daar ben ik naar de Douglas geweest. En daar zag ik ineens een heel schap van The Ordinary. En wat me ten eerste heel positief verraste aan het merk, was de prijs. En ik heb speciaal zelfs het bonnetje bijgehouden om zo meteen te kunnen vertellen wat het allemaal kost. Maar echt, ik schrok ervan, want ik dacht echt, The Ordinary is heel duur. Maar dat valt zo goed mee. Echt, het valt zelfs onder budget te plaatsen gewoon. Omdat producten van L'Oréal die je dan bij Kruidvat kan kopen, die kosten gewoon meer. Really. Maar goed, The Ordinary. Even samengevat, is een merk heel erg gebaseerd op onzuivere huid. Werkt heel veel met zuren in hun product. En dat klinkt nu heel heftig. Het is ook wel een beetje heftig. Maar dat zorgt er dus voor dat de pH-basis van je huid gaat veranderen. En je huid, ja, je ziet het al wel glanzender is, gladder ook al. Ik moet zeggen, de kleine onderhuidse dingen zijn oprecht wel allemaal weg. En hetgene wat je nu ziet gebeuren op mijn huid, is volgens mij het effect van dat ik deze producten nu gebruik. Dat alle smerigheid die in mijn huid zat, er nu gewoon allemaal aan het uitkomen is. En dit is echt nu al een heel ver gevorderd stadium, als in het is al veel beter dan het was. De afgelopen weken was echt een ramp. Afgelopen 1-2 weken. Maar goed, ik heb er 4 producten van gekocht. Om te beginnen, ze hebben nog veel meer. Maar ja, ik heb er nu 4 gekozen die ik regelmatig al gebruik. En ik denk de bekendste van alle 4 die ik heb is sowieso deze. De AHA 30% plus BHA 2%. Dat zijn dus 2 soorten zure peeling solution. 10 minuten exfoliating facial met een pH-waarde 3 tot 6. Heel belangrijk om te vertellen aan al deze producten is dat ze aanraden om eerst een test te doen. Ik heb dat niet gedaan. Omdat ik wel eerder producten op basis van zuren heb gehad. Het ene merk heeft dat ook. Wacht, ik denk, nee, ik heb hier nog geen tube van liggen helaas. Ik heb wel in mijn andere bakje nog een tube ervan. En die heb ik ook opgemaakt en dat was ook op basis van deze zuren. Ik kom er niet aan uit. Dat ene zuur wat helpt om je huid glowy te maken. Dus ik wist al wel dat ik er best wel goed tegen kon. Ook dat ene potje wat ik had, dat zit in een van de, ik denk, de tweede laatste, of die opgemaakt daarvoor. Had ik het ook over zo'n pot die ik had. En daar zat ook weer die zuren in. Maar daar reageerde ik heel heftig op. En ik heb ook ontdekt hoe dat komt. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar dit is het bekendste. En deze zie je heel vaak op social media voorbij komen. Dit is die bloedrode solution. Dit doe je op je huid. Vermijd contact rond ogen en mond. Want het is best wel heftig. En wat ik hiervan heb geleerd, op droge huid. En dat is mijn fout geweest met die pot. Dat deed ik gewoon, ik reinigde mijn huid in bad. En ik smeerde dat erop. Maar dit en ook deze zometeen waar ik het ga over hebben, ook een masker.
mag absoluut niet op natte huid. Want dan wordt het nog heftiger. Dat reageert waarschijnlijk op de pH van het water. En zo heb ik nu voor mezelf ook ontdekt. Dus ja, dit is een vrij heftig spul. Ik moet zeggen, de eerste keer viel het heel goed mee. Maar de tweede keer was hij heel heftig. Ook omdat ik dus nu in een iets verder gevorderd stadium zit, wat ik al zei. Ook hier aan de zijkant van mijn huid best wel veel onzuiverheden. Hier vooral op die kaaklijn. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Heeft het nu echt hiermee te maken? Heeft misschien onderliggende dingen nog? Maar ja, heftige shit. Maar als ik dan zie, en ik vraag ook heel vaak aan mijn moeder, van zie je verschil? En zij zegt ook wel, ja, het ziet er wel glowy uit inderdaad. En het voelt wel heel smooth. Als ik even nu die onzuiverheden wegdenk, voelt het best wel smooth. Dus dit is de eerste. Bij komt nog een tweede masker. En het heeft een beetje gelijk aardige werking. Dit is waarom is dat zo moeilijk? Salicylic Acid Serum 2% masker. Speciaal gemaakt voor blemish prone skin. Dus roodheid en imperfecties. Dit is een zwart masker. Dat had ik ook niet verwacht. Het blijft gewoon wel zacht. Het is niet zo'n peel-off. Maar ook weer dit bouwt op. Dat is ook de belangrijkste tip die ik gehoord heb van deze twee. Bouwt op. Je mag maximaal 10 minuten, ook bij het masker. Maar de eerste stapjes bouwt een beetje op. Als je voelt van ik trek dit na 4 minuten helemaal niet meer, haal het eraf. Het zal werking gehad hebben. En zo kan je opbouwen, steeds vaker. Ik kan de 10 minuten aan, maar het is heftig. Laat het ons daarop houden, maar it's pretty. En dat zijn de twee dingen die je moet afspoelen. En dan heb ik ook nog twee dingen die op mijn gezicht mogen blijven. En die ga ik dus nu ook echt gebruiken. We zitten hier niet voor niks. Ik ga niet alleen maar praten. De Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. pH 3.6. Dit is een soort van serum treatment. Solution, lotion, hoe je het ook wil noemen. Dus wat doe je? Je brengt het aan op een wattenschijfje. Gewoon onderdrenkelen. Even mijn haar een beetje weg doen. En dan over de huid. En als het goed is, ga ik het gelijk voelen prikken. Al wel vind ik het nog meevallen voor vandaag. Een belangrijk met deze is, ga niet echt lopen boenen. Want, disaster voor je huid. Ja, kijk, hier begint het nu. Vanaf er vooral zuurstof aankomt, dan... Maar ik probeer het zoveel mogelijk gewoon in lange stroken aan te brengen. Wel soms meerdere keren over één plek, maar niet echt boenen. Klaar. Dit laat ik nu gewoon intrekken. En op de plekken, ja, hier voel ik het echt wel tintelen rond mijn neus. Mijn neus is een beetje kapot. Ze raden het ook aan om niet op gekwetste huid of zo te doen. En deze zou ook heel goed werken tegen bultjes op je armen. Heb ik ook al gedaan. En inderdaad... het werkt daar ook. Intussen dat dit een beetje intrekt, ga ik mijn oogcreme doen. Dat is nog steeds deze tube van Yves Rocher die maar niet op wil. I can't. Pas ook op met deze producten trouwens dat ze niet in je ogen komen. Want laatst wreef ik in mijn ogen kort nadat ik het had aangebracht. En ik had zelfs echt even het gevoel dat ik niet goed zag door één hoog oog. Dus ja. Ik ga ook een lipbalm doen. Dit is een avondroutine. Gewoon heel basic. Af en toe gebruik ik een gewone crème. En mijn grote tip als je deze gedaan hebt. Want het belangrijke is dat je huid na dit heel goed gaat beschermen. Als in moisture, dagcrème, zonnecrème. Heel belangrijk. Staat ook echt op de flesjes vermeld. Use sunscreen after using this product. Maar wat ik altijd doe nadat ik een van deze twee heb gebruikt, is sowieso als avondcreme een laagje embryolies. Dat is een crème die ik verder niet zo heel vaak pak. Maar ik heb echt het idee dat deze combinatie wel heel goed is. Een heftig iets en heel goed moisturizen.
Dus dat is eventjes nog een bijkomende tip. Intussen is die lotion best wel goed ingetrokken. En dan ga ik er het laatste op doen. Dit is ook nog een serum. De Gran Active Retinol 2%. Ja, een All Trans Retinoic Acid. Wat een oud, ik zie deze video echt. Kijk, hier staat het op. UV Protective Packaging. In ieder geval, dit is nog een serum. En die ga ik ook gebruiken natuurlijk. En als ik me niet vergis, was dit vooral tegen poriën. Voor je poriën te verkleinen. Of was dat nou het masker? Ik weet het niet meer. Ik heb de doosjes ook weggegooid. Heel slim. Maar goed, dit ziet er zo uit. Een wit melkachtig serum. En die doe ik gewoon op mijn huid. En u masseren. Hop, drop. Het ziet er even heel raar uit, volgens mij. Heel dubbel. We gaan niet door, denk ik, jongens. Dit soort video's maken we niet hier. Zo, op mijn voorhoofd nog even. Hop. Ook weer niet te erg in masseren. Gewoon zo. En laten intrekken. Klaar. En verder probeer ik ook niet te veel producten te mixen. Ik zal bijvoorbeeld niet ook een The Ordinary en dan nog een Body Shop Brushes ding of zo. Gewoon houden aan het gamma. Niet te gek doen. Belangrijkste nu de prijs. Even kijken. Het masker, dat is volgens mij deze, was €14,95, was de duurste aankoop. Wat eigenlijk wel gek is, want ik heb het gevoel dat ik niet lang met deze tube ga doen, eerlijk gezegd. De solution, peeling solution, was €9,95. Voor echt een high product is het niet zo duur. Dan deze retinoid emulsie was €12,95. Dus de laatste stap. En de toning was €11,95. Dus ik was voor deze vier producten net geen €50 kwijt. En dan kan je nog steeds denken, goh, het is en blijft wel prijzig. Kan ik snappen. Maar het is wat ik net zei, als je het vergelijkt met dingen uit de, drogisterij, L'Oreal, Nivea, dat zijn, als je echt naar de prijzen gaat kijken, ook al best wel prijzige producten. En dit is toch wel iets meer getest. En zeker als het bij je skin past. Bij je huidtype. Dan is dit wel een winnaar. Want ik merk wel echt. Kijk dan. Die lamp staat er echt op. En je ziet gewoon overal een dikke glow. Zag je net ook al zonder de producten. Dus het is niet dat het door de producten komt. Of ja, niet door het aanbrengen, zeg maar. Ik merk dat het mijn huid goed doet op dit moment. Ook al ziet het er nu best wel dramatisch uit. Voor mijn doen. Want ik heb de afgelopen maanden best wel rustig gehad. En het is niet alleen sinds ik dit gebruik dat het zo heftig is. Maar het heeft er wel mee te maken. Ook mijn levensstijl. Dus de laatste maanden eigenlijk helemaal niet wat het moet zijn. Maar we werken eraan. en ja, ik merk gewoon wel positieve vibes. Klein fun effect ook nog. Deze zou ook heel goed werken tegen bruinige plekken. Dus bijvoorbeeld, ik heb het al een keer onder mijn oksel geprobeerd. Maar van één keer gaat dat niet helpen natuurlijk. Maar blijkbaar is het ook daarvoor best wel goed. Dus als je daar ook last van hebt, you can try. in ieder geval, ik wou deze producten heel graag even in de spotlight zetten. En iets meer over vertellen. En ja, wie weet ga ik ook nog een keer andere producten uit het gamma. Want ze hebben echt nog zoveel meer. Ook cleansers en toestanden. Maar ik wou echt vooral deze twee heel graag testen. Omdat ik die kende van TikTok filmpjes en tips en tricks. Dus ik ben heel blij dat ik deze heb kunnen testen. En ik, tot nu toe ervaar ik er positieve dingen mee. En ja, dit is een leuk extraatje. En ze doen ook heel goed hun best. Dus ja. Dit was deels mijn avondroutine en een klein beetje reclame voor The Ordinary. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie snel terug voor de volgende video. Adios!